Dit is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week opnieuw aandacht voor de spartelvijvers in Neder-Oostenberg. Fiets parkeren of fietschaos. Korte berichten uit de regio en de jaarmarkt in Schravenland. Hierbij bedanken wij namens de ondertekenaars en mijn eigen gezin voor uw belangstelling en wil dan overgaan tot de overhandiging van de petitie met inmiddels geen 426, maar 549 handtekeningen, zowel op schrift als online. Tijdens de raadsvergadering op 9 mei van de gemeente Weidemeren bood Monique Zijpveld haar petitie aan. De inzameling van handtekeningen begon al in maart 2018 en loopt ook nu nog door tot eind mei, de datum van de commissievergadering hierover. Is in het kort uit te leggen waar het precies om gaat? Dat is voor de allerkleinste in de gemeente Weidemeren, met name Neder-Oostenberg. En daar waren vroeger altijd spartelvijvers. Enerzijds het 50 centimeter bad en anderzijds het 1 meter bad. Dat was gescheiden van de grote plas. En dat zouden wij heel erg graag terugzien. Door de huidige beheerders van het gebied is al in 2001 het besluit genomen het gedeelte van de spartelvijvers te laten verwilderen, CQ terug te geven aan de natuur. Zelfs al duurt het wel even voor zoiets ook duidelijk zichtbaar wordt. Komt deze oproep niet een beetje laat? Nou, dat vind ik niet, want in 2002 heb ik zelfs nog foto's die ik zou kunnen overhandigen waar er nog gewoon gesparteld werd. En, het gaat langzaam, hè, de natuur. Ja. Maar Natuurmonumenten die heeft dat ooit overgenomen van de provincie Noord-Holland. Het als recreatieve functie te behouden. En dat zijn ze niet nagekomen. Door privéomstandigheden kon ze er een poosje niet heel intensief mee bezig zijn. Maar de motivatie is niet verdwenen. Mijn dochter die kwam daar met een vriendin en die zei, nou, wij gaan eens lekker in de spartelvijvers waar ik bij hen opgegroeid. En die zei, mam, wat is hier gebeurd met die spartelvijvers? Nou, niets meer dus. Het is officieel beheer van natuurmonumenten, maar de gemeente heeft eigenlijk ook een beetje achterwege gelaten om het onderhoud te blijven plegen. Vanuit de huidige beheerders is een voorstel gedaan het grotere strand flink uit te breiden en daar een apart ondiep deel te maken, een soort pierenbadje. We kunnen aan de kant van waar nu al het strandje voor de wat oudere kinderen is. Alleen moet je het dan veilig maken voor de kleintjes door een afscherming. En het alternatief, dat onderhoudt zichzelf en dat is dus van uit dien hoofde veilig. Hier kun je dan wel wat van het riet weghalen. Dat is ook ecologisch onderzocht, dat mag. Wat van de opgaande begroeiing hier, van de bomen, de wilgen en de elzen. Het is allemaal niet spectaculair, dus er mag wat opgeschoven worden. En dan zouden we annex hiervan, zouden we ons voorstellen dat je een zwemgedeelte voor kleine kinderen maakt. Dat je afgescheiden houdt, zorg dat het ondiep blijft. Maar je ziet het water hier, het is glashelder en dan blijft het vanzelf schoon. Monique heeft zelf ook een voorstel gedaan. Inmiddels heb ik contact gehad met een gerenommeerd bedrijf voor de restyling van de spartelvijvers. En kan u mededelen dat dit bedrijf de vijvers kan terugbrengen voor de somma aan 50.000 euro exclusief btw. Met een natuurlijke doorvoer van spiegelplas naar spartelvijver. Door middel van de bestaande duikers die er al reeds liggen. Welke van de twee zou de meeste kans maken? De beste kans voor mij en voor mijn ondertekenaars is nog steeds de spartelvijver. Het is alles of niet. Want er komt zometeen weer een nieuwe wijk bij met 150 huizen. Daar komen ook weer kinderen aan te pas. En het is nu al overvol. Kortom, dat is voor haar geen optie. 300 vierkante meter, daar staat mijn huis ook op. Dus ik weet precies hoe groot dat is. En dat is gewoon geen optie. En er moeten damwanden gezet worden. Dat komt echt ook nog wel op een aardig kapitaal. En meer als dat op dit moment beraamd wordt door de gemeente. De meeste Nederlanders zijn echte fietsers. Veel mensen bezitten meer dan één fiets. En behalve er toeristisch mee toeren, verplaatsen zij zich ook van A naar B op een stalen ros. Met de introductie van de steeds populairder wordende elektrische fietsen worden de af te leggen afstanden ook nog eens groter, waardoor de behoefte aan parkeerplekken navenant fors is toegenomen. Een veel voorkomend ritje is bijvoorbeeld van huis naar station naar de Bussum, met de bedoeling de reis van daaruit per trein voor te zetten. En daar doemt de eerste uitdaging op. Waar laat je je rijwiel? Aan de kant van het stationsgebouw, de straatkant, mag je hem niet neerzetten. Enkele jaren geleden is door streng beleid bewerkstelligd dat er geen fietsen meer staan. Onterecht geparkeerde of inderhaast neergegooide fietsen werden systematisch verwijderd en dat blijkt te helpen, zeker als er wel voldoende plekken zijn. Dat staat aan de andere kant van het spoor ter hoogte van het station nog te bezien.
veel fietsen en lang niet allemaal in de rekken. Gelukkig wordt dit deel van het stationsgebied binnenkort aangepakt en vernieuwd, mede in overleg met buurtbewoners en gebruikers. Even naar de Biep of wat boodschapjes doen in het centrum van Bussum dan. Veel mensen zetten hun fiets zo dicht mogelijk bij de winkel waar ze naartoe willen. Sommigen zouden zelfs het liefst hun tweewieler mee de winkel innemen als dat zou kunnen. Ter hoogte van de bibliotheek is een fietsenstalling op een redelijk centrale plek. In ieder geval is de ingang van de bibliotheek heel dichtbij. Toch staan er fietsen tegen de gevel of, storender nog, bovenop de blinde geleiderstroken. Wanneer de gemeente wil stimuleren dat inwoners per fiets naar het centrum komen, en dat is diverse malen gepropageerd in campagnes, zou er misschien eens gekeken moeten worden naar meer stallingsmogelijkheden. Vanuit Bussum-Zuid kun je ook met de trein vertrekken. Een jaar of 3 geleden is daar het hele station opgeknapt en voorzien van ruime nieuwe fietsenstallingen. Het is niet goed voor te stellen dat alle reizigers zo bang waren hun trein te missen dat ze hun fiets maar gauw ergens neergezet hebben. Het ziet er naar uit dat de meesten best wel op tijd van huis gaan, maar dat er gewoon onvoldoende plekken in de stalling zijn. Om deze fietschaos te bestrijden is ook daar actie nodig, zowel van de kant van de gemeente als van spoorbeheerder ProRail. In buurgemeente Hilversum hebben ze de fietsparkeerchaos structureel aangepakt. Op plekken waar altijd veel schots en scheef geparkeerde fietsen stonden, is een streng beleid gestart. Bij het station werd het aantal fietsenrekken uitgebreid en werden eerst enkele weken waarschuwingen uitgedeeld als fietsen buiten de rekken stonden. Na die periode werd gehandhaafd. Dan was je fiets gewoon weg en kon je hem tegen betaling weer ophalen. Op de Groest gold hetzelfde. Op verschillende strategische plekken in het centrum zijn fietsenstallingen gecreëerd en er is nog een fietsparkeerkelder in ontwikkeling. Bij het station, op de Groest en in de Kerkstraat kun je nu gewoon lopen zonder steeds uit te moeten wijken voor geparkeerde fietsen. Zou zo'n aanpak ook iets voor Bussum zijn? Een van de bekendste inwoners van Nederhorst en Berg is overleden. Aad Dijs was zo'n persoon die je in bijna ieder dorp wel kunt vinden, overal bij betrokken en zeer geliefd. Hij stond aan de wieg van Nederhorst on Ice en was de eerste voorzitter. Met dit initiatief zette hij Nederhorst en Berg duidelijk op de kaart. Het trok ook landelijke aandacht van bijvoorbeeld de KNSB en trok de wat kwijnende ijsclub helemaal uit het slop. Als er te weinig vriest buiten, moet je maar een kunstijsbaan aanleggen, was het idee. En dat is een groot succes geworden met honderden vrijwilligers, sponsoren en activiteiten waar alle bergers aan mee konden doen. Met of zonder zijn bedrijf was hij actief betrokken bij de Sinterklaasintochten, de avondvierdaagse, diverse atletiekevenementen en het Hilversums kampioenschap zaalvoetbal. Ook zat hij in de raad van het mediabeleid van Plumego, de voorganger van Gooi TV Weidemeren. Marianne Zwagerman noemde hem op Twitter de echte burgemeester van Nederhorst. Aad Dijs was al een paar maanden ernstig ziek en overleed toch nog plotseling op donderdag 9 mei. Hij is 68 jaar geworden. De herbouw van de Gele Brug in Ankeveen kan beginnen. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel om hiervoor €250.000 beschikbaar te stellen. Op het punt van de splitsing van de Ankeveense vaart duidt een kleine verhoging in het wegdek de plek aan waar ooit een ophaalbrug was. Deze werd in februari 1945 vernield door de Duitsers. Vanuit de Ankeveense bevolking en het lokale bedrijfsleven ontstond in 2017 het idee om die gele brug te herbouwen. Er werd een ontwerp gemaakt wat iets hoger is dan het origineel, want mocht het ooit weer hard genoeg vriezen voor schaatstochten, dan kun je er gewoon onderdoor en hoeft er niet geklund te worden. Het streven is de brug in 2020 klaar te hebben. Rugbyclub Het Gooi uit Naarden heeft opnieuw de finale bereikt in het landskampioenschap door een zwaar bevochten overwinning op rugbyclub Hilversum. Het Gooi is titelverdediger, dus dat is extra spannend. De finale tegen Diok, de huidige nummer 2 uit Leiden, wordt gespeeld in Amsterdam op zaterdag 18 mei. Het kleurrijkste gebouw van Hilversum en omstreken werd in december 2006 geopend. Het voegde de enorme archieven van radio, televisie en film van Nederland samen op één locatie.
Naast deze bewaartaak van het audiovisueel geheugen van het land, herbergt het gebouw ook de beeld- en geluid-experience. Toen al was het niet de insteek er een museum van te maken. Al staan en stonden er iconische voorwerpen opgesteld en kon de bezoeker er herinneringen ophalen, oude radiofragmenten beluisteren, tv-programma's uit het verleden bekijken of zich een showpresentator wanen. Het hele concept gaat op de schop. De buitenkant van het gebouw blijft bestaan, maar aan de binnenkant wordt alles anders. Alles wat toch een beetje op het idee museum lijkt, verdwijnt in de depots. Het gaat nog meer om beleving. Deze operatie gaat begin 2021 van start en gaat naar verwachting ruim 9 maanden duren. En maar kijken of er dan nog plaats is voor het Top 2000 café. We zijn hier op de Jaarmarkt in Schravenland. Het is hartstikke druk. Er is van alles te zien. Dus we gaan even rondkijken. Ga eens even deze meneer vragen, wat gaat hier precies gebeuren? Nou, we geven eigenlijk een demonstratie eigenlijk van de wasmethode hoe het vroeger ging, in de jaren 50. En dan werd water werd gekookt en dat werd hier in de wasmachine gedaan. En de klos die gaat heen en weer. En als dat al een aantal minuten gedaan is, dan gaat hij ook weer door de wringer heen. Een beetje breed uithangen. Zo wordt al het water wordt eruit gehaald. Bijna. En dan wordt hij ook opgehangen. Brand new.